Met Gerard. Hi, welkom. Wat is jouw vraag? Gewoon een algemene vraag. Oké, algemeen consult. Hetgene wat ik te zien krijg bij jou is in eerste instantie, is jouw geduld nogal getest de laatste tijd? Nou, mijn geduld begint eigenlijk wel op te raken. Want hetgeen, zoals ik het voelen krijg, geduld getest, maar daarbij ook het gevoel hebben alsof je continu op de tenen moest lopen. Zo, ja, voorzichtigheid het is even iets te veel geweest voor je. Het is ook net alsof je erover bent gaan struikelen gevoelsmatig. Klopt. Heb je gemerkt dat je sneller moe was? Soms wel, ja. Ja, want dat voel ik even bij je. Toch moet ik je wel zeggen, deze periode, wat ik nu beschrijf, daar zit echt een einde aan te komen. Op die manier zal het niet lang meer doorgaan. Hooguit nog op een dag of 2, 3. Jezus. Dus wat dat betreft is dat snel voorbij. Hetgene wat ik te zien krijg bij jou, is het heeft ook te maken met een stukje verwerken van het verleden. Ja. Maar je hebt dat echt in grove lijnen gewoon heel goed opgepakt. En klopt. Je mag weer wat meer rustig gaan ademhalen. Want je ademhaling is ook erg hoog. Ja, soms wel. Is erg kort. Je mag weer wat meer naar je onderbuik gaan ademhalen. Ja. Hetgene wat ik voor jou te zien krijg is eigenlijk dat jij je ei niet echt kwijtkomt bij de mensen om jou heen. Klopt dat? Ja, meestal wel, ja. Want ik krijg een gemis daarin. En hetgene wat ik, de reden ook waarom ik daartoe kom, is omdat ik in eerste instantie te zien krijg dat er een nieuwe vriendschap op jouw pad gaat komen. Waarbij jij dus ook de gelegenheid hebt dat er ook naar jou geluisterd wordt. Het is net alsof jouw omgeving er altijd vanuit gaat. Oh, dat doe jij wel. Oh, daar kom jij wel uit. Ja, klopt. Inderdaad. Alsof je er altijd maar sterk genoeg voor bent. Ja, ja, vind ik wel, ja. Ben jij een beetje bang om emotioneel in de knoop te raken met jezelf? Nee, meer met anderen soms. Want ben je daar bang voor geweest dan? Want hetgeen wat ik te zien krijg is een bepaalde angst daarvoor. Maar ik krijg het echt te zien als angst en niet als waarheid. Okay. Dus dat je het eigenlijk overboord kan gooien van, nou, dat was verleden, maar dat is nu niet meer nodig. Klopt. Binnen nu en een week of 2, 3 zal je weer de innerlijke berusting gaan vinden. Ben jij in een bepaalde situatie echt op zoek naar duidelijkheid? Ja, soms wel ja. Want Ik krijg concrete dingen, het gaat concrete vorm nemen binnen 2, 3 weken. Dus dat jij veel beter weet waar je aan toe bent. Nou, dat kan je niet beter plaatsen? Nee. Nee. Nee, okay, niet dan dat ik weet. Vind ik het heel raar. Dan ga ik even kijken wat daarmee bedoeld wordt. Oké, dan ga ik het even op een andere manier benoemen. Hetgene wat ik bij jou zie is emotioneel. Ben je de laatste periode nogal heen en weer gesfeerd? Van de ene emotie in de andere. Herken je dat? Ja. Ja, daarin ga je duidelijkheid krijgen. Dus het is niet in een praktische situatie, maar echt in je gevoelsleven. Ja, klopt. Hetgene wat daar ook in naar voren gaat komen, is dat je eigenlijk steeds meer gaat merken hoe gevoelig je bent voor de emoties van anderen. Dus klopt. Je gaat duidelijker de scheidingslijn zien van, oh, wacht even, dat was niet van mij, dat was van een ander. Je bent heel gevoelig voor de energieën van andere mensen. Echt? Ja. Dus daarom speel je ook heel makkelijk in op wat de ander nodig heeft. Daar ga je duidelijkheid in krijgen, tussen nu en 2, 3 weken. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dus succes ermee. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Doei. 0909.